Meneer oudste, u gaat uh, Enschede verlaten. Ja. U gaat naar Groningen toe. Verlaat u Enschede met pijn in het hart? Uh, zeker. Want ik heb nou met elkaar denk ik uh, een, een 17 jaar in deze stad gewoond, in, uh, verdeeld over twee periodes. Dus deze stad is ook een beetje een deel van mijn leven geworden. En uh, ik hou ook oprecht van, uh, van Enschede en van Twente. Dus ik laat hier absoluut veel achter. Maar toch die stap naar Groningen? Ja, je, op een gegeven moment dan uh, uh, moet je zelf ook nadenken over, uh, over uh, uh, je toekomst. En, uh, en als dan zo'n mogelijkheid zich voordoet, en Groningen is natuurlijk een geweldige stad om, uh, om uh, een periode te kunnen werken, nou dan uh, heb ik de keus gemaakt om die mogelijkheid ook aan te grijpen. En, uh, en ik vond ook uh, uh, ja, voldoende argument om dat te doen. Ja, zoals, wel, welke uitdagingen liggen er in Groningen? Nou, allereerst vind ik dat Twente een heel erg goede weg is om naar een heel echte samenwerking te gaan. Dat vind ik echt heel erg belangrijk, ook voor de ontwikkeling van deze regio. Zeker in het thema van de economie. En Groningen zelf is natuurlijk toch, ja, het is de grootste stad van het noorden. Heel, uh, uh, heel erg stedelijk met een universiteit. Belangrijke positie. En dus ook uh, met een leidende positie uh, in de ontwikkeling van het noorden. En ik vind het prachtig om daar een bijdrage te kunnen leveren. En u heeft dan weer een vliegveld. Uh, ja, dat is zo, maar dat is, uh, dat is waar. Uh, uh, dat is niet overigens de belangrijkste reden geweest dat ik daar naartoe uh, ben gegaan. Ik ben wel teleurgesteld geweest over de ontwikkeling van de luchthaven uh, in Twente. Uh, en daar is inderdaad een vliegveld. Ja. Had u het gevoel klaar te zijn hier in Enschede? Nee, absoluut niet. Dus ik denk dat geen enkele bestuurder klaar is met zijn werk als hij vertrekt. Het is een. Uh, uh, Schede is, uh, is een hele dynamische omgeving waar iedere keer wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. En, uh, toen ik kwam, toen had ik ook niet gedacht dat er nu een nieuw ziekenhuis in het centrum in aanbouw zou zijn, om eens wat te noemen. Uh, het Wilmingplein was toen nog niet ontwikkeld. Uh, kijk eens wat voor ontwikkelingen er zo doorlopen. Ik zie dat er nog zoveel uh, kan gebeuren en dat we zoveel kansen en mogelijkheden nog kunnen benutten dat het werk is absoluut niet af. Hoe lang heeft u dit uh, stil moeten houden dat u naar Groningen zou gaan? Nou, eerlijk gezegd niet zo lang, want ik wist het pas vanavond dat het door zou gaan. En, en het is nooit verstandig om, om allerlei onzekerheden vooraf overal rond te toeteren. Dus dat heb ik ook niet gedaan. En uh, zo'n procedure gaat relatief snel. Uh, ja, je moet echt solliciteren. Hè? Het, is, het is net als iedereen die een baan wil hebben. Je schrijft een brief en uh, je voert gesprekken en dan moet je maar kijken hoe het loopt. En uh, nou, zo is dat hier ook gegaan. En, uh, maar goed, vanavond heeft de Raad uh, een oordeel geveld. En dat was ook het moment waarop het openbaar werd. Ja, want u heeft het gelijk in een schorsing. Uitzonderlijk in de gemeenteraad heeft u dat uh, gelijk in een schorsing bekendgemaakt om te voorkomen dat uh, de geruchten al de wereld in gingen. Ja, kijk, het is natuurlijk heel vervelend als ik hier zit en ik weet het. En, uh, en er wordt uh, uh, rondgetwitterd. En in de raadzaal zitten mensen te vergaderen en hebben dat niet in de gaten. En als ik er dan toch ben, uh, dan vind ik het uh, niet meer dan fatsoenlijk om de fractievoorzitters als eerste op de hoogte te stellen. Ja. Hoe lang gaat u nog door in Enschede? Wanneer bent u klaar hier? Uh, nou, ik schat in dat januari Groningen begint en dat ik halverwege december stop. Er komen nog de nodige afscheidsrecepties aan? Nou, niet de nodige. Uh, ik hou denk ik één afscheidsbijeenkomst. Succes in Groningen. Ja, dank u wel.